Prins van Nederlanders hier in Oakland. Dag Harry. Oh, hallo. Hallo. Kijk eens wat ik voor jullie heb meegenomen. Die denkt dat een kinderhand gauw gevuld is. Moet eens naar Nederlanders in Nieuw-Zeeland gaan met een lekkere zak met drop. Drop. Ja, ja. Dat is dat of is dat niet? Wat vind je leuker in Nederland als in Nieuw-Zeeland? Het is eigenlijk de mannen. Ik vind een Nederlandse man leuker dan de Nieuw-Zeelandse man bijvoorbeeld. Nou, dat is wel, dat is wel terecht. De blauwe brieven die je daar in de, op de deurmat vallen, hè? Ja, ja. De files, ja. De uitlaatgassen, ja. De overbevolking. Ja. Al die hoge flats, 10 hoog, 20 hoog wonen, dat zijn de dingen die ik mis hoor. Dan moet je naar een verjaardag, want je schoonzus zit er en je broer zit er en opa zit er en oma zit er, dus jij moet er ook. Je wordt daar toch geleefd? Ja? Door je buren en je familie en al die, die gordijntjes, weet je wel. Oh, ja. Oh, ze gaat vandaag daar. Oh, ze gaat alweer uit. Ze is alweer naar de kapper geweest. Zondagsmorgens in je paas best. Oh, jongens, maak je vooral niet vuil, want we krijgen middag visite. Nou, dat is hier niet. Maar ik mis Holland heel erg, ja. Ja? Dus heimwee speelt toch wel een rol? Voor mij wel. U mist ook het een en ander aan Nederland? Het een en ander, heel veel. Heel veel? Ja, inderdaad. Wat mist u bijvoorbeeld? Amsterdam. Ja? Amsterdam. Ja, ik kom er even gezellig tussen staan. Van de Oakland Dutch Choir is het? Ja. We vinden Holland natuurlijk allemaal een prachtig land. Daarom is er ook dit Hollandse koor in Oakland. We zijn in Rio geweest, wij zijn in Taipei geweest, in Tokio. Daar hebben ze allemaal prachtig tulp uit Amsterdam gezongen. Kijk eens naar het kastje. Oh, twee molentjes. Nee. Ik zet door het keukenkastje. Ja.